Ik heb maar een heel lijstje gemaakt voor mezelf, want je mag gewoon een heleboel. Je mag gewoon lekker papiertje lezen zo achter het stuur. Mag lekker asociaal tuteren. Maar ja, wat mag nu precies wel en wat mag nu precies niet? In ieder geval telefoneren, niet handsfree, mag gewoon geen boete. Toch zijn er uitzonderingen. Ja, hangt vooral aan de veiligheid van het moment af. Is het veiligheid in het geding, dan krijg je alsnog een bon. Maar anders geen boete? Anders geen boete. Ik vind dat wel fijn natuurlijk. Liever geen bon, is wel een bon natuurlijk. Ik denk dat ze gelijk hebben met de CEO, want ze werken heel hard. Met gevaar voor eigen leven soms. Moeilijke tijden en agressief gedrag, dus mijn zegen hebben ze. De acties zijn nu nog publieksvriendelijk, maar de politie wil het liefst zo snel mogelijk hardere acties. De actiebereidheid is erg groot. Sterker zelfs, we moeten mensen nu echt gaan temperen. Het gaat erom dat je tegen mensen zegt van, we gaan nu niet een rijksweg stilzetten, we gaan het stapelsgewijs doen. Voorlopig zal dus deze nepboete worden uitgedeeld. En vergeet vooral niet de flitsers langs de weg. Naast de vaste flitskasten zullen de agenten zelf hun mobiele flitsers verklikken op de website politieacties.nl. Dat de actiebereidheid onder de agenten zo groot is, valt duidelijk te verklaren volgens de vakbond. Mensen zijn erg boos, want we zijn nu al alles bij elkaar. Iets van 4 jaar zitten op de nullijn. We hebben een teruggang gezien van de arbeidsvoorwaarden. En zo moeten agenten volgens de vakbond de laatste jaren ook veel harder werken tegen hetzelfde salaris. Toch zijn er ook mensen die de politieacties afkeuren. Ik ben het niet mee eens, nee. Laat ze maar eens een beetje opletten dat wij een beetje veiliger gevoel hebben. Ja. En dat de boel een beetje verzoenlijk is. Als je hier boodschappen gaat doen, dan moet je blij zijn dat je auto nog intact is. Ja. Bekeuring uitschrijven. Daar hebben ze een hele vracht mensen voor. En waar ze voor uiteindelijk voor te zijn, dat doen ze niet. Ja, nu doen ze dus even geen bekeuring uitschrijven. Ja, dan is het nou helemaal. Dan hoeven ze het dan helemaal niet meer te doen. Zo, lekker dichtbij geparkeerd. Gewoon omdat het kan. Dus ik zeg, vanaf vandaag is gewoon de politie mijn beste vriend.